Ja, mijn favoriete boek is eigenlijk een serie van boeken. Ze zijn geschreven door Elliot Patterson. Dat is een Amerikaanse schrijver. Die heeft over allerlei onderwerpen geschreven. Maar de boeken die ik zo heel bijzonder vind gaan over Tibet. Hij heeft een beetje hetzelfde formule toegepast als je bij de Duitse krimis ziet. Namelijk dat je een krimi als vehikel gebruikt om een maatschappelijk probleem, een politiek probleem uit te leggen en inzichtelijk te maken en toegankelijk voor een heel groot publiek. En dat doet hij met de misstanden in Tibet, wat natuurlijk al bijna 70 jaar bezet is door China en waar ze op een gruwelijke manier huishouden. En dat laat hij heel duidelijk, demonstreert hij dat, illustreert hij dat door het verhaal te schrijven van een detective, notabene een Chinees, die per ongeluk in Tibet is behandeld en die daar allerlei ingewikkelde zaken gaat oplossen. Dat heeft geleid tot een hele spannende serie boeken.